Welkom allemaal bij een nieuwe video en welkom terug bij Forza Horizon 4. En jullie hebben allemaal de titel gelezen. We gaan zo meteen kijken naar een Lamborghini van de politie. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik heel even nog een beetje rondrijden met mijn Skyline. Toevallig dat wij in de vorige video de GTR erbij hebben gepakt. Eigenlijk het broertje van deze. En ik vind dit nog steeds zoveel vetter dan de GTR, hè. Of de R35, het is maar net hoe je het bekijkt. Dit ding heeft een speciaal plekje in mijn hart. Vooral deze spec. Dit is mijn dream spec. Midnight Purple. Met dit soort velgen. Ja, dat ziet het nou niet, maar... Kijk. Met deze velgen. En ook zo'n soort bodykit. Misschien niet exact deze, maar laten we zeggen... 90% is hier compleet. Maar ja, we rijden heel even terug naar het festival. En dan gaan wij een Lamborghini Aventador pakken. Dit kan alleen bij de Aventador SV. Dus ja, waarom dat is, I don't know. Maar op de gewone Aventador kan je geen zwaailichten zetten. Op de SV wel. En de SV is nou net een Aventador die je ook niet kan kopen. Die kan je alleen krijgen uit wheelspins. Dus mocht je hem niet hebben, dan kan het best wel lastig zijn om eentje aan te komen. Ik heb zo het idee, als de politie deze Skyline bij wil houden, dat ze ook echt wel een Lamborghini nodig hebben. Want dit ding is snel. Dit ding is behoorlijk snel. Volledig getuned. En ik vind hem echt zo vet. Check dit. Waarschijnlijk dat je het al weet, maar er zijn meerdere auto's in de game waar je de zwaailicht op kan zetten. De M4 GTS is er ook eentje van. Op de Audi RS6 kan je er eentje op zetten. Op de Bugatti Supersport kan je er eentje op zetten. Er zijn er waarschijnlijk nog een paar die ik zo meteen vergeet. Volgens mij ook op de Challenger, maar dat weet ik niet zeker. Niet te vergeten, de belangrijkste van hen allemaal... Deze Jaguar. View car. Check dit ding. Dit ding is awesome. Dit ding is awesome. Maar, nee, wij gaan over op de Lamborghini. Misschien toch ietsjes verstandiger. En hier hebben de Lamborghinis. Dus het kan alleen op de SV. Ik heb hier ook, bijvoorbeeld die... Hoe heet dat? De Forza Edition. Maakt niet uit. De gewone maakt niet uit. Het kan allemaal niet. Alleen maar op deze SV. En, ja, dan even kijken. Oké, upgrades. Ik weet niet of deze auto geupgrade is. Ik vermoed van wel. Ja, deze is volledig geupgrade. Oké, dat is mooi. We hebben nou alleen nog maar één ding wat ons te doen staat. En dat zijn de zwaailichten. Je hebt oranje en je hebt blauwe. Wij gaan natuurlijk voor blauwe. We kunnen de spoiler eraf halen. Lijkt me niet zo verstandig. Andere splitter. Nee, dank je. Het enige wat we nou nog hoeven doen is... op zoek gaan naar een livery. Ik wil er al eentje hebben van Nederlandse politie. Ik denk ook wel dat hier eentje zal zijn. Description. Politie. Gewoon lekker op zijn Nederlands. Kan niet missen. 5 resultaten. Juist. De eerste valt af. De laatste valt af. Dan is alleen nog de vraag welke hier is de beste. Deze heeft rare kleuren. Ik denk dat dit de beste is. Deze heeft hier een zwaailicht. Wat is er hier met die velgen gedaan? Waarom heb jij groene velgen? Ik ga even kijken of ik die velgen kan aanpassen. Of ik dan die groene streep blijf houden. Die blijf je houden. Wat de hel? Ja, of je pakt zoiets. Dat zou in theorie kunnen. Want... Waarom? Waarom? Oh, wat? Jij zit in mijn crew. Bunky, wat bezielt jou met je groene velgen? En dan moet ik eigenlijk ook die pakken, hè. Represent the crew. Deze zien er gewoon raar uit. Gewoon die strepen, die kleuren. Weet je wat, Bunky? Ik geef jou de voordeel van de twijfel. Ik vond die andere zeker niet verkeerd. Alleen, deze kleuren zijn iets beter. Die andere waren veel te rood. En ik pak wel andere velgen. Dat we in ieder geval van die groene ring af zijn. Maar ik snap gewoon niet, waarom doe je zoiets? En waarom? Is het nou zo moeilijk om er met je klauwen vanaf te blijven? Ja, we moeten sowieso velg hebben, dus zonder een buitenring. Want ik kan die niet van kleur veranderen, omdat dat onderdeel is van de livery. Ik zit uit de twijfel wat ik zo meteen wil gaan doen met deze auto. Sowieso een race natuurlijk. Maar we kunnen er misschien voor kiezen om een street race te doen. Want street races zijn in de nacht en dat ziet er best wel dik uit met die zwaailichten. Ik wil zo graag met mijn sirene aanrijden, maar als ik die sirene aan wil doen, moet ik continu mijn tuter inhouden. En ondertussen kan ik dus niet schakelen. Het is wel vet. Het hoort er wel bij. Het is echt jammer dat je dat niet gewoon aan kan zetten.
Gewoon aan en uit, als het ware. En valt me nou trouwens pas op dat ik hier bijna 350 reed net. Oh my god, dit ding is snel. Dit ding is snel. Turn left. Oké, we zijn er volgens mij bijna. Ik weet niet of dit echt de beste race is voor deze auto. Gezien het feit dat het een stadsrace is. En dit ding is natuurlijk gemaakt voor gekke topspeed. Maar ik denk dat het wel goed komt. Het wordt inmiddels ook al donker. Op zich al typisch. Want als we deze race starten is het nacht. Nou, wij pakken de Aventador. Ik weet niet wat ze allemaal mee gaan doen. Want dat is bij street race altijd het geval. Echt letterlijk iedereen kan meedoen. Maakt niet uit wat je pakt. Maar aangezien wij deze auto hebben, denk ik dat wij een redelijk goede kans maken. Sure, een Bugatti zal lastig zijn. Een andere hypercar ook. Maar over het algemeen zullen wij wel een redelijke kans hebben. En de zwaailichtjes, hè. Ik wil ze aandoen, de sirene, maar ik moet schakelen. Wieeuw! Dit is zo lastig. Ik moet gewoon... Oké, dat werkt niet, sorry. Dat was het voor nu, oké? Ik zou zeggen, geniet van mijn zwaailichten. Maar dat ziet er echt vet uit, hoor, in de nacht zo. Ook met die regen en zo, dat weer spiegelt overal. Je belooft echt veel goeds voor de toekomst met raytracing. Is dat raytracing? Volgens mij wel, toch? Dat je verlichting overal in ziet kaatsen en zo. Weer spiegeling en al dat spul. Volgens mij is dat dat. Kan dat ik een fout heb? Ik rijd trouwens ook al tweede. Ik zit helemaal niet op te letten. Wat mij van de week is opgevallen is die Koenigsegg die voor mij rijdt. Die kan je echt achtelijk snel maken. Ik zag één persoon die iemand getuned en die reed de snelweg heel op en neer. En dat ding reed mij er echt zwaar dik uit. Ik reed er volgens mij ook met mijn Skyline nog. Dat was na mijn, of met mijn GTR, dat was na mijn recording. En volgens mij zei ik toen ook dat het een CCX was. Volgens mij is het CC8. Maar ik weet niet zeker. En ik denk niet dat deze volledig getuned is, want ik rijd deze er wel voorbij. Maar ik reed toen met mijn GTR reed 400 en die doet reed mij voorbij. En snel, jongen. Ik weet niet wat hij er allemaal mee had gedaan. Maar deze race zit er alweer bijna op. Dit was een kort raceje. Pas op dat ik hier niet van de baan vlieg. Volgens mij ben je zo meteen ook de laatste race die ik moet doen voor een championship. Dus misschien wel verstandig om die gelijk even te doen. En dat is met Ferraris. Of met één Ferrari specifiek, de Maranello. Ik ben waarschijnlijk ontzettend blind. Want die auto die we net voorbij reden was blijkbaar de Mosler. Van de achterkant leek hij op de Koenigsegg, oké? Laten we eerlijk zijn. Die heeft ook dezelfde ronde lampjes. Hij leek erop. Hij leek erop. Kan goed zijn geweest dat die persoon toen ook een Mosler had en geen Koenigsegg. Misschien had ik het al die tijd een keer gezien. Dat zou nog best eens kunnen. Dat zou wel verklaren. Huh. Stop! Wat zijn ze hier allemaal aan het doen trouwens? Oh, ze reden allemaal netjes achter elkaar. Ik dacht even dat die Senna, die bus vooruit aan het duwen was. What the fuck? Het is allemaal gaar, die jongen. Ik pak voor de grap heel even die CC8 erbij. Zodat jullie in ieder geval kunnen zien dat ik niet gek ben. En dat ze redelijk wat van elkaar weg hebben van de achterkant. Nee, eigenlijk gewoon helemaal niet. Shut up! Shut up! Ga je me nou vertellen dat ik dat championship opnieuw moet gaan doen? Omdat ik tussendoor een ander race heb gedaan? Dat is zo flauw. Ik had hier een... Wat was dat, dit championship? Volgens mij was dat dit, ja. Ik had deze gedaan. Ik had er twee gecomplete. Ik moest er nog eentje doen. En dat was volgens mij hier. Maar omdat ik nou tussendoor een street race heb gedaan, moet ik nou dit championship overnieuw doen. Come on! Hey, weet je wat? Dat ga ik dus even niet doen, hè. Ik stap weer terug in mijn politieauto. Zoek het maar uit. Oké, we zijn weer terug in ons oude vertrouwde BC. Onze nachtdienst staat er nog niet op. De vraag is nou dus, wat gaan we doen? We kunnen nou in principe kijken voor een custom event. Want dan doen we nou wel gewoon een normaal race. Dus we gaan weer terug naar Blueprints. En dan moeten we iets hebben voor supercars of zo. Valt die Lamborghini onder hypercar? Volgens mij wel, hè. Ik zou het zelf niet in de hypercar categorie zetten. Maar volgens mij is het dat wel.
14. Dat is op zich een mooie lengte. Nou weet ik dus niet of deze auto deel kan nemen. Daar komen we elk moment achter. Inderdaad. Ik had al zo'n vermoeden dat die SV als hypercar stond. Oh, nou, letterlijk alle... Oké. Okay. Alle Aventadors staan hypercars. Ik vind het geen hypercar, maar dat terzijde. Hé! Hey, we hebben hier een andere politieauto. Dat is van onze buren. Politie! Hij heeft alleen geen zwaailichten. Waarom weet ik niet, want dat was volgens mij ook een SV. Maar, dat is vreemd. En we rijden trouwens al 6. Niet als ik zo rijd. Ik zit niet op te letten. En iedereen rijdt mij voorbij. Het was leuk zolang het duurde. Maar dit is volgens mij een race van, hoeveel was het? 14 kilometer of zo? Dus niet extreem lang. Wel langer dan dat van net. Maar dit is volgens mij wel meer een soort van topspeed race. Dus alsnog zijn wij heel erg snel bij het einde. Of in ieder geval, dat gok ik. We gaan in ieder geval niet de stad in zoals net. Ik moet zeggen dat die race van net eigenlijk wel iets anders was dan ik had verwacht. Ik had echt verwacht dat we meer door de stad heen zouden gaan. Echt allemaal van die kleine straatjes in en zo. Maar dat was eigenlijk niet echt het geval. Misschien ook maar goed ook, maar... ja, was op zich wel leuk geweest. Sorry! Sorry, collega. Oh, nou gaan we snel. Nou gaan we snel. Hij rijdt wel een Koenigsegg voor mij. En dat blijkt ook niet de traagste auto te zijn. En we hebben hier nog een Senna en een Hennessy Venom. Wat daar weer voor rijdt, kan ik zo snel niet zien. 9-18, denk ik. Dat is lastig om te zien van afstandje. Oh. Jongens, wat zijn jullie aan het doen? Laat me op de weg, op de weg. Dat scheelt weinig, gek. We hebben hier nog een Koenigsegg voor ons, een rode. Dat zie je ook niet elke dag. En daarvoor rijdt ook nog iemand. Die rijdt echt pittig ver vooraan. Ik zie hem amper rijden. Ik weet niet of die nog voorbij gaan komen. Ik denk om die Koenigsegg nog voorbij te komen, wordt waarschijnlijk moeilijk genoeg. En ja, dit is echt puur een topspeed race. Dit is niet de traagste auto, maar ook verre van de snelste. Die Koenigsegg voor ons. Er is letterlijk geen mogelijkheid dat we hem nog voorbij komen. Tenzij hij hier overal vol te remmen gaat, want ik rem letterlijk niet af. En volgens mij is dat oprecht het geval, want wij lopen in, jongens. Ja, normaal gezien... come on, rem! Yes! Normaal gezien is er geen mogelijkheid dat je hem voorbij komt. Geen mogelijkheid. Dat ik rijd 400 plus en kom ik aan met mijn, nou ja, 380. Dus op zich is het nog best snel. Maar... let niet op dat krasje daar. Dat was een klein krasje daar. Oh, godsamme zeg. Tweede plaats. Verloren van een Aventador. Hoe kan het? Dat is 2012 zelfs nog. Die bocht op het einde was een beetje scuffed. Klein beetje maar. Jammer dan. Hey, we zijn level up. Wat voor prijsje gaan wij krijgen? Moment van de waarheid. Weet je wat we doen? Ik ga zo meteen waarschijnlijk heel even één superwielsman openen. Zodat ik kan zien hoeveel ik er heb. Want ik heb geen idee. En er is zesje. Kijk eens aan. Maar ik heb geen idee. Dus dan heb ik een beetje een indicatie of ik er al genoeg heb of niet. Prima event. Niks speciaals. Beetje meh. Ik wilde heel even kijken van super, hè. Hoeveel superwielspins heb ik? Oké, ik heb er nu nog 10 over. En ik heb volgens mij nog 16 apart staan. Ze hebben er 26. Dat is prima. Nou, drie keer niks. Letterlijk drie keer niks. Ik zit daar te twijfelen of we nog even één La Racer gaan doen. Of toch British Racing Green. Misschien is dat wel leuker. Ik ga niet heel dat pokken aan terugrijden. Dat is te ver. We gaan even hier nog één event van doen. Geen idee wat dat gaat zijn, want ik heb ze nog niet allemaal gedaan. En dan is het wel weer mooi geweest voor vandaag. Het zou natuurlijk nou wel heel erg vet zijn als we nou die Jaguar krijgen, hè? Die politieauto. Die kans is echt 1 op 100.000. I quite like sleeper cars. No! Did Alex ever tell you the story of what we got up to in Colorado? There was this sleeper car. Is er geen Australisch merk? No one was ready for the Sunbeam. Right? Hoe heet dit ding? Lotus dit is Lotus? Wat? So in addition to building their own supercars, they upgraded cars from other marks too.
Ik heb deze auto nooit gezien. Lotus Carlton was one such aftermarket upgrade. Lotus took a respectable four-door Vauxhall saloon. Het was, ik wist het, Vauxhall. Nee, Vauxhall is Brits. Is letterlijk Brits. Is Engels. Laat maar. Maar ik wist dat het... Oké, laat maar. Ik vond het al raar. Ik denk, Lotus, dit is geen Lotus. Ga weg, man. But under the bonnet, that's where the magic starts. Heeft dit ding een engine swap, trouwens? Luister eens naar dit geluid. Engine capacity was increased to 3.6 liters. And twin Garrett T25 turbochargers were added. The engine block was reinforced. Dit ding rijdt op zich best wel prima. Hij is er een beetje ricey uit, maar dat terzijde. En weet je wat we doen? We gaan eens even rechtsaf. Ik kan wel linksom, maar daar is deze goed voor. De grote vraag is, wat gaan we nou krijgen? Laat me raden, we gaan over op een andere Lotus. Het is meestal het geval, hè? 950, dat is pittig rare. Maar dan gaan we nou over op een andere Lotus waarschijnlijk. Wait, what? Lotus Carlton was een voorbeeld van hoe je een saloon in een supercar kunt. But that's not the only thing Lotus got up to. In 1979, Chrysler approached Lotus to create a strict rally version of their Sunbeam three-door hatchback. Lotus, as you might imagine, we hebben in ieder geval genoeg lampen. Dat is één ding. They took the rear-wheel drive hatchback and changed everything. Sunbeam, zeg maar al iets. Dat achterraam komt me bekend voor. Zo'n groot achterraam. Maar, oké, nou ja, prima. We gaan even een beetje rallycrossen. Dat is ook leuk. Lekker een beetje de modder spelen. We moeten een tijd van 2 minuten 10 verbreken. Performance was increased by fitting a 2.2 liter version of the Lotus 911 slant 4-cylinder engine. Zeg dat dit ding wel lekker rijdt. Lekker pittig. Dat is ook waarschijnlijk een licht klein autootje, dus dat is wel chill. Ja, dat ding bevalt me wel. Ligt het nou trouwens aan mij of is die ruitenwissel veel te klein voor dat raam achter? Come on, blijven gaan. We hebben geen tijd te verliezen. Ik wil die 3 sterren hebben, dat snap je wel. Anders moet ik later deze events opnieuw doen. Want uiteindelijk wil ik alle 3 sterren hebben. Ik mis wel een klein beetje dit soort kleine race monsters. Maar had je vroeger veel meer. Van die kleine autootjes die dan echt achterlijk veel pk hadden. Of in ieder geval achterlijk veel. In vergelijking met wat het eigenlijk is. Want het zijn van die lichte autootjes. Hetzelfde met die... die Renaultjes allemaal. Die oudere. 105 en zo. We hebben nog 20 seconden. Dit is niet heel veel. We moeten 1.7 kilometer. Het is wel een eindsprintje. Dus maybe... come on! 9, 8, 7, 6, 5... 4, 3, yes! Makes you wonder if Lotus should we did do it, more boys! Conversions. We did it! It's a silly question, actually. Chapter complete. Nah. We hebben in ieder geval de 3 sterren. Mooi. Weet je wel, elke episode doen we een keer... of elke video doen we 1 episode. Ik heb zo het idee dat het wel weer mooi is geweest voor vandaag. Dus even kijken. Kunnen we hier ergens parkeren? Ergens toevallig? Ik zet hem wel gewoon hier op de inrit. Wat kan mij het interesseren? Ik heb genoeg gehad voor mijn politiebaantje. Het is niks voor mij. Ik ga met pensioen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Vond je dit nou een leuke video? Laat sowieso een like achter. Abonneer voor meer. Klik op de bel. Laat in de comments achter wat jullie in de volgende video willen zien. En hopelijk zie ik jullie heel snel weer terug. Dus tot dan. En houden we.